Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. In deze video gaan we een verjaardagskaart maken. Je ziet het al, er staat een regenboog op, er staat ook een zon bij en dan een hele hoop regendruppels. En de regendruppels hebben ervoor gezorgd dat de boodschap is uitgelopen. Als jullie willen weten hoe je zo'n kaart kan maken, kijk dan verder. Je hebt stroken papier nodig in alle kleuren van de regenboog. Ik heb hier paars, blauw, groen, geel, oranje, rood. Mijn stroken zijn ongeveer een centimeter breed. Die van mij zijn best lang, ongeveer 30 centimeter. Maar de afmetingen die hangen natuurlijk af van hoe groot je je kaart wil maken. Je gaat ook een lijmstift nodig hebben. Dan ook nog geel papier. Ik ga ook van die washi tape gebruiken waar regendruppels op staan. Als je zo'n washi tape niet hebt, dan kan je ook gewoon regendruppels tekenen. Je kan dus ook best zonder die specifieke washi tape. Dan heb je ook nog stiften nodig. Dit zijn bijzondere stiften. Als je daar met wat water overheen gaat, je kan daarvoor een penseel gebruiken, dan loopt de kleur uit, net zoals bij waterverf. En dan ziet je tekening eruit als een aquarel. Ik heb hier ook een blad papier liggen. Daarmee ga ik de kaart maken. En dan kunnen we gewoon beginnen. Ik ga eerst het blad papier dubbelvouwen. Dan heb ik meteen een kaartvorm. Mijn kaart is dan van de grootte A5. Als je een stevigere kaart wil, dan moet je wat dikker papier gebruiken. Maar ik had geen wit karton en ik wilde een mooie witte achtergrond. Dus met een gewoon blad papier gaat het ook. En dan ga ik daar mijn stroken papier op leggen in alle kleurtjes van de regenboog. Leg ze in de juiste volgorde. En dan ga je ze aan één kant vastplakken. Ik heb ze expres zo'n beetje laten inspringen. Ik vond ze er mooier uitzien. Ook een regenboog is niet altijd perfect recht. Het begin van een regenboog is ook nooit helemaal duidelijk. Dan neem je de stroken. Dan zet je ze zo naar omhoog. Een beetje verder druk je ze dan op de kaart en daar gaan we ze dan vastmaken. En dan krijg je een echte boog, een regenboog. Je doet het best strook per strook. Houd dan goed vast en plak dan ook dat stukje vast. Je kan dat doen met washi tape. Wel niet zo makkelijk met één hand de regenboog vasthouden en met mijn andere hand de washi tape afrollen. Eigenlijk kan je natuurlijk ook gewoon beter voorbereid zijn en al een stukje washi tape hebben afgeknipt. Dat zou een stuk vlotter zijn gegaan, maar kijk, het is me toch gelukt. Wat nog uitsteekt, kan je dan afknippen. En dan krijg je ook plaats voor een zon. De zon die ga ik uit van dat geel papier knippen. Vouw het over elkaar. Knip dan een halve cirkel uit. Een echte cirkel is het niet, het is nog meer een ei. Nog even bijwerken. Je zou hiervoor ook een passer kunnen gebruiken natuurlijk. Die cirkel die plak ik dan daar aan het uiteinde van de regenboog. En dan moet ik nu enkel nog een paar stralen uitknippen. Het regent, dus we hebben nog regendruppels nodig. Die hebben we rechts al met de washi tape, maar ik ga er ook boven nog wat plakken. En als je geen washi tape hebt, dan kan je ze ook gewoon tekenen op het blad papier. Als je wil, kan je nog een gezicht geven aan je zon. En
het is een verjaardagskaart, dus ik ga nog schrijven Happy Birthday. En deze stiften, die kan je dan ook laten uitlopen met wat water. Ik heb het penseel in water gedoopt en ga er dan even overheen. En dan lijkt het zo alsof de druppels de inkt hebben doen uitlopen. En dan is de kaart helemaal af. Ik vind hem heel erg schattig en ook leuk met die regen, de boodschap die dan uitloopt. Origineel is het zeker. Heel erg leuk voor de ontvanger ook dat hij kan zien dat je ontzettend veel moeite hebt gestoken in zijn of haar kaartje. Als jullie deze video leuk vonden, geef me dan een thumbs up en laat bij de reacties weten wat je van de kaart vond en of je nog ideeën hebt voor verbetering. Zouden jullie de zon maken met of zonder gezicht? Laat het allemaal weten bij de reacties. Ik heb het al een keer gezegd, maar vergeet ons zeker geen thumbs up te geven. Abonneer je op het kanaal, deel video's met vrienden en tot de volgende keer bij Do It Self Ideeën.